Ik heb in Groningen, waar ik toen woonde, 9 jaar in de SW gewerkt, sociale werkvoorziening, provincie Groningen. Daar werkte ik als schoffelaar op de werkvloer, dus niks bijzonders. Je had daar 3 categorieën in de jaren 80: lichamelijk gehandicapt, geestelijk gehandicapt en langdurig werkloos. Ik werkte daar als langdurig werkloze. Ik werkte daar als schoffelaar, we hadden een kwekerij. Ik zag er op een zeker moment, en dat is een voorbeeld van hoe het nou net niet moet, van een enorme misdaad. Ik zag er op een gegeven moment een van die jongens die rugpatiënt was, zag ik een mes met zo'n grote vork, een mestkar leeg scheppen. Toen zei ik tegen mij, chef, zei, waar ben jij mee bezig? Dat is een rugpatiënt. Ah. Nou, dan doet hij het toch wat rustiger aan. Als je een rugpatiënt bent, wordt het er alleen maar zwaarder van op die manier. Dat moet je als rugpatiënt dus helemaal niet doen. Voorbeeld van hoe het fout is. Ik heb ook gezien dat er mensen waren die op hun plaats waren. En ik heb gezien dat er mensen waren die, als je doorpraatte, in de avonduurtjes en in het weekend voor zichzelf bezig waren. En wat ze dan wel deden. Ze zeiden, hier zit ik voor de boterham, maar wat ik in de avonduurtjes doe, dat vind ik leuk. Zeer gemotiveerd, dat was hobby, dat was liefde, dat was leuk. De ene was hondenfokker en de andere was hondentrainer. En de volgende zat ook in de pandjes. Maar dan waren ze gedreven bezig. Je moet proberen het werk te zoeken bij de ambitie, bij de passie van de mens in kwestie. De ene doet het puur omdat het moet. En de andere deed het omdat hij het mooi vond, omdat hij het fijn vond. Daar zit nogal verschil in. Ik heb me betijd en wijle verbaasd over het talent wat je tegenkomt onder mensen. Het geduld en het talent. Als jij als werkgever even iets doorpraat, iets andere vragen stelt, kan je ook andere antwoorden, even doorpraat. Of als personeelsondernemer, je praat door. Ga eens kijken, wat vind je nou echt, waar ligt jouw hart? Dan kun je vaak veel meer uit mensen halen. En iemand die op de juiste plaats zit, is blij, is gelukkig en werkt ook beter, kwalitatief. Geheid. Ik heb zelf een keer binnen het bedrijf gewerkt en is er allemaal goed gekomen. Ja, nou die vent gaat met vakantie, daar moet even iemand voor komen. Wat doet hij? Oh ja hoor. Heftruck rijden. Nou bleek dus dat deze man niet alleen heftruck reed. 1. Hij reed ook op de rietstruck. 2. Hij deed heftruck, rietstruck. Hij beladen, hij loste. Hij deed het magazijn. Hij hield de voorraden bij in de computer. Hij deed een 1000 poot. En daarnaast bleek dat hij ook geen 8 uur op een dag werkte. Maar bij tijd wel 12 uur. Want hij wilde het rond hebben. Zijn dingen, maak een analyse. Het is in ons geval bijzonder, in mijn geval bijzonder goed gekomen. Ik kreeg wat hulp, want ik kan natuurlijk als uitzendkracht niet. Je komt nieuw binnen, dus dat hele systeem, alles is anders. Ik kreeg wat hulp, alles is hartstikke goed gekomen. Maar wat ik eigenlijk bepleit is, maak een hele goede analyse. Ga daar eens voor zitten, neem er wat tijd voor. En probeer het talent van je medewerker te ontdekken. Vaak is dat veel mooier en veel breder en kom je tot een veel kleurrijker geheel.